ik laat het anker uit. Hij zei, op een gegeven moment, als je tik hoort, moet je ja zeggen. Dus hij stond daar. En dat anker gaat uit. Maar het lullige van zo'n anker is, je hoort 1000 tikjes. Je hoort alleen maar tikjes. Ja. En hij zei, als je een tik hoort, moet je het zeggen. Dus ik sta daar zo. Ik denk, ja, het zal wel. Ik zeg, goed. En wij lunchen. Dus we zitten een half uur te lunchen. Toen zegt hij, waar is die boot? Die was ook 6 kilometer verder in de zee. En dat vind ik leuk, hè. Dat vind ik heel erg leuk. Ik kan er enorm mee vermaken. Ja, want je maakt heel veel mooie dingen dus mee met Rob Jansen. Maar ik kan me ook iets herinneren met Hans Steeuw op de begrafenis van Herman Brood. Ja. Nou ja, nee, ik heb twee van mijn favoriete cabaretiers zijn Theo Maassen en Hans Steeuw. En ik ken ze ook persoonlijk. Dat ik was laatst in Dordrecht bij Theo Maassen. Toevallig, en toen gingen we daarna wat drinken. Fantastisch. En Theo heeft hetzelfde als mij, weet je. Dat ook... Ja. Mijn zoon schaamt zich heel erg voor mij. Weet je wel? Zo, ja? Ja. Dus dan sta ik in een volle lift en dan zeg ik... En dan schaamt hij zich. En weet je wat hij dat doet? Pa. Theo Maassen zei... Hij zegt, Theo Maassen zei, ik heb dat ook met mijn dochters. Hij zei, dan ga ik naar mijn dochters, ga ik naar zo'n aquapark in de buurt van Eindhoven, weet je wel. Hij zei, dan zit ik met 12 man in een jacuzzi. En dan ga ik keihard rond me heen slaan. Binnen 5 minuten zijn al die mensen de jacuzzi uit, weet je wel. Hij zegt, en dan zegt mijn dochter, de dochter zegt dan... Papa, weet je wel. Maar ik vind dat leuk, weet je. Dat is heel gekkigheid. Maar toen gingen we dus met Hans Steeuwen. Gingen we met z'n drieën, met Maarten, Hans Steeuwen en ik. We gingen met z'n drieën naar de begrafenis van... naar de begrafenis van... niet de begrafenis, maar er stond een kist opgebaard ergens. En daar werden wat verhaaltjes verhaaltjes. En, over Herman Brood. Over Herman Brood. Dus die Hans Steeuwen, wij zitten met z'n drieën ergens in de midden. Dus die mensen zeiden, zijn er nog mensen die iets willen zeggen? Oh jee. Waarop die Hans zegt, ik ga het doen. Ik zeg, Hans, niet doen joh. Ik zeg, dit is voor die familie. En ik zeg, dat kan je echt niet maken. Ja! En hij liep naar voren. En hij gaat daar staan. Ja, en toen heb ik... Ja, toen dacht ik bij mezelf... Dit is echt eenmalig dat ik dit meemaak. Die kist van Hemel stond daar. Hans stond hier. En die zegt... Warm. Geestig. Humor. Een vriend. Ad rem. Nou, genoeg over mezelf. En ik zag echt die zaal echt niet zo van... Ach, nee, hè. Dat is echt gebeurd, hè. Dat is echt gebeurd, hoor. Ja. En ik heb ook begrepen, René, dat jij ook een keer de koningin op haar teentjes hebt getrapt. De koningin was een keer een beetje boos. Nou, ik ben uitgenodigd toen zij 65 werd op het Malieveld. En toen werd ik uitgenodigd door het Koninklijk Huis. Die nodigde allemaal mensen uit 3 uit Zuid-Holland, 2 uit Noord-Holland. En ik ook, weet je wel. En toen op een gegeven moment moesten we naar een gang. Met wat mensen naar de gang. En toen werden we voorgesteld aan Beatrix. En ik sta op die gang met nog wat mensen. En toen kwamen ze aan. Maxima, Alexander, Beatrix. En Balkende toen de tijd. Die kwamen dus zo aangelopen. En ik stond daar. En die Beatrix, die geeft mij een hand. Die kijkt mij aan. En die zegt, God, leuk dat u er bent.
Ik zie ook was in de buurt. En wie ben ik? Ik zeg, ik weet dat je dat waardeert. Ik zeg, dus ik denk, rij er even heen. Toen zag ik ook echt die balken en met een gezicht van, oh mijn god. Ja, mooi.